Hallo, vandaag gaan we het hebben over de multimeter. Ik heb hier een multimeter, we gaan hem even uitpakken om te kijken wat er allemaal op staat. We hebben hier ook een aantal attributen bij. Dat zijn onze aansluitsnoeren. Nu hebben wij hier onze aansluitpunten. Hier aan de linkerkant staat er 10 ampère. Hier staat milliampère. Hier is onze kompoort, onze algemene poort. En hier is onze meting voor de voltage, voor het meten voor ohm, voor het meten van condensators en hertz. Nu op het moment staat onze multimeter af. Mooi recht laten staan. Hier staat hij op off. Als ik hem eentje schakel, gaan we millivolt meten. Millivolt zowel voor wisselspanning als voor gelijkspanning. Volt voor gelijkspanning. Wisselspanningsvolt. Ohmse weerstand. Hier kunnen we uitmeten met een piepertje erbij als we willen. Daarvoor het geluidssymbooltje. Een condensatortje meten. Hertz meten. We kunnen zelfs met een temperatuurmeting werken. Kijk, dat is dit sensortje voorbij. Of we daar in te steken, in te pluggen hier. En dan kunnen we meten hoe warm het hier in het lokaal is. En dan hebben we microampère. En we hebben onze milliampère wisselspanning of gelijkspanning. En onze amperage wissel of gelijkspanning. Goed, we gaan nu beginnen met het meten van deze spanningsbron. Hier kunnen we kijken, hier staat een min en een plus bij. En we kunnen ongeveer van 0 tot 30 volt gelijkspanning gaan. Hoe weet ik dat dit gelijkspanning is? Er staat een plus en een min bij. Op deze manier weet ik dat het gelijkspanning zal zijn. Dus ik moet gaan kijken, ik ga hier ook een voltage meten. En liefst van 0 tot 30. Dus dan zet ik hem op volt gelijkspanning. Goed, wij gaan er twee snoertjes bij halen. Ik neem een zwarte voor de min. Ik zet ook deze zwarte in mijn communale poort. En dan zet ik de rode, de plus, op mijn spanning, de V van voltagepoort. Zo, hij is aangesloten. Goed, nu ga ik hier aan mijn stroom een klein beetje omhoog zetten. En nu ga ik al zien, er is 5,2 volt opgestaan, komt er op te staan. En hier komt dus ook 0,53 op te staan. Dus ik heb eigenlijk gewoon mijn twee meetsnoeren parallel gezet over mijn spanningsbron. En ik ga deze nu verhogen. Ik ga hem hier verhogen, ik kan nu meevolgen. Ik zet hem nu op 10 volt ongeveer. Zo, 10 volt. En dan komt er hier ook 10,16 volt te staan. Ik ga een beetje doorstijgen naar de 20 volt. En hier komt er ook 20 volt te staan. En nu ga ik hem eens helemaal openzetten. 32,4. En ik zie dat er 32,4. Maar er staat nog een 3 achter. 43. Dus deze meter is iets zuiverder als dit meetgetalletje dat daarop staat. Zo, op deze manier moeten wij volt meten met een labovoeding. Nu, kunnen we alleen maar labovoedingen meten? Nee hoor, ik ga deze even uitzetten. Wij kunnen bijvoorbeeld ook meten op een batterij. Als ik bijvoorbeeld deze batterij wil meten, of dat de spanning nog goed is, kunnen wij hier gewoon testen. We zetten een snoer aan de ene kant en een snoer op de andere kant. En ik zie al direct een min verschijnen. Dan weet ik dat ik mijn draad zal moeten omdraaien en nog eens een keer zal moeten meten. En nu meet ik dat ik 1,2 volt heb. Nu, dit is een batterij van 1,5 volt. Dus op deze manier kan ik zien, 1,2 volt wil zeggen dat mijn batterij plat is. Dus deze batterij, het is nu wel een heropladebare batterij, maar deze batterij is plat. Want ze heeft veel te weinig spanning dan dat ze moet hebben. Normaal gezien, als dat eentje van 1,5 is, kan het zijn dat het 1,55 of 1,6 zelfs volt kan zijn. Dus deze batterij is leeg. Nu, hoe zit dat dan met onze netspanning? Nu, wij kunnen onze netspanning ook meten. Ik ga deze labosnoertjes eruit nemen. En ik ga een ledlampje bijnemen. Zo.
Zoals u ziet, heb ik hier in het midden mijn draad doorgeknipt gehad, zodanig dat ik eens biedt de meting kan gaan doen. Ik wil meting, ik wil even mijn lamp insteken, zo. En nu weet ik, hier loopt wel 220 door, dus ik moet er heel voorzichtig mee zijn, maar ik wil testen. Hoe kan ik testen? Wel, ik pak mijn multimeter erbij, ik pak twee snoeren voor 230 volt te meten, ik steek ze wederom in de kompoort en in de voltagepoort. Ik zie, ditmaal ga ik wisselspanning meten. Dus ik zet hem op volt wisselspanning. En ik weet, bij onze huishoudelijke installaties, 9 van de 10 zijn al onze apparaten allemaal op 230 volt. Dus ik ga hier waarschijnlijk 230 of iets meer of iets minder meten. Goed, ik ga wederom parallel over deze suikerklem meten. En ik meet 240 volt. 240 volt over mijn lamp. Altijd parallel meten, nooit in serie meten. Anders doet je meter kapot bij het meten van voltage. Straks, bij het meten van amperage, gaat het anders zijn. Dan moet ik hem verplicht in serie zetten. Nu moet ik parallel meten. Ik moet parallel meten over mijn voeding van mijn gelijkspanningsbron. Ik moet parallel meten over mijn lamp, hier van 230 volt. Ik moet parallel meten over mijn batterij. En ik heb hier gewoon nog eens een keer een batterijtje genomen van een werktuigmachientje, van een schroefmachientje. En ik ga even meten. Ook deze gaat een spanning leveren van, er staat op de zijkant op, 18 volt. Ik ga even kijken. Ah, ik meet niks. Hoe komt dat? Omdat we op wisselspanning staan. En deze batterijen, de huishoudelijke batterijen of de werktuigmachientjesbatterijen, die zijn altijd op gelijkspanning. Dus ik moet hem op gelijkspanning zetten. En nu mag ik nog eens meten. Zo. En nu meet ik 19,38 volt. 19,38 volt. Aan de zijkant staat er 18 volt op. Dus dat wil zeggen dat de batterij nog vol is. En deze batterij die ga ik kunnen gebruiken voor het werken met een schroefmachientje, boormachine, slijpmachientje met een batterij. Dus tot zover het meten van spanning. Nu, ik wil graag weten hoe zwaar dit weerstandje is. Zoals u ziet, dit is een weerstandje. En die weerstandjes worden bepaald door de ringen die hierop staan. Dus je hebt één ding in het goud of in het zilver, helemaal aan de zijkant, of in het rood soms ook. En dat zijn de waardes die bepaald worden hoe zuiver uw weerstand is. En dan heb je nog de kleurcode aan de andere kant. En die kleurcode kun je een beetje onthouden met zij bracht rozen op Geerts graf bij vuilgrijs weer. Elke eerste letter van dit zinnetje geeft een kleur weer. Dus Z, zwart, zij, hè, bracht, B, bruin. En zo kunnen we verder gaan. Dus als ik kijk, hier heb ik een bruine kleur, een rode kleur en dan heb ik een zwarte kleur met een gouden ring van achter. Dan kan ik de berekening gaan maken. En op deze manier, stel u voor dat we dat moeten opschrijven, 125 ohm op dit weerstandje, dan moeten we heel minuscuul beginnen schrijven. En dan is het bijna niet meer overzichtelijk. Daarom dat elk weerstandje van wat u hier ziet op deze plaat, die hebben allemaal een verschillende kleurcode. Deze heeft een groene bij, met een paarse rand. We gaan deze eens even meten. Hoe kan ik dat meten? Wel, de stekker op communaal mag ik blijven zetten. Dus ik zet hem op de kompoort en deze moet ik dan op de ohmse weerstand zetten. Nu moet ik juist mijn meter nog verzetten naar de ohmse weerstand. Nu pak ik mijn twee meetpinnen. Ik moet wel oppassen dat ik geen invloed van mijn hand heb. Dus ik ga proberen mijn twee meetpinnen te gebruiken. En dan ga ik meten en dan kan ik zien hoeveel weerstand deze weerstand bedraagt. Deze weerstand is 461 ohm, als ik me niet vergis.
Voilà, zo kan ik die uitmeten. En elke weerstand heeft zo een verschillende waarde. Dit is eentje met twee oranje ringen in het midden. Hier ziet u een andere weerstandsgraden verschijnen. Dit is kilo ohm. 32,84 kilo ohm is dit. En zo hebben we elke weerstand heeft een verschillende weerstandswaarde van deze weerstanden die ik heb. Wil ik allemaal exact dezelfde, dan moet ik ervoor zorgen dat al mijn ringen ook correct hetzelfde zijn. Nu, één ding moet ik u meegeven. We kunnen bijvoorbeeld de weerstandswaarde van een gewone gloeilamp meten. Van een halogeenlamp kunnen we goed meten. Maar deze lampen, deze ledlampen, die hebben geen weerstand. Waarom? Omdat die SMD-leds bevatten. En die leds die zijn onmogelijk om weerstandwaardemetingen op te doen. Spijtig natuurlijk, want op deze manier kunnen we geen deftige meting doen op onze schakelingen. Goed, we gaan eentje verder oppiepen. Nu, als ik een schakelaar heb, dan wil ik weten waar zijn mijn open en mijn gesloten contacten. Als ik hem op piepen zet, of ik zet hem op een meting, kan ik altijd hier nog op een schakelaartje duwen. Meestal is dat select. En dan kunnen wij onze pieptoon opzetten. Op deze manier kunnen we uitmeten of dat een contact al dan niet open of gesloten is. Dus met deze twee pinnen te houden op het bepaalde schakelaartje, kan ik meten, is mijn schakelaar nu open of is mijn schakelaar gesloten. Heel interessant voor metingen te doen, als een draad ergens onderbroken is, dan kan ik dat uitmeten. Neem nu bijvoorbeeld deze snoer. Wil ik meten of deze mooie rode snoer stuk is? Ik zet aan de ene kant mijn meetpen en aan de andere kant. En zoals u ziet, geleidt deze perfect. Dus dat wil zeggen dat deze snoer niet onderbroken is. Dus ze werkt nog perfect. Goed, we gaan nu naar stroomsterktemeting. Of een amperemeter. Als ik een amperemeting wil gaan doen, dan moet ik altijd voorzichtig zijn. Zeer weinig mensen durven met een gewone multimeter ampère meten. Waarom? Omdat wij veel verkeerd kunnen doen. Wij moeten verplicht in serie meten. Als wij in serie meten, en we meten per ongeluk niet in serie, maar in parallel, is onze meter stuk. Het is heel belangrijk dat u altijd uw pin eerst en vooral voorzet. Ik zet de eerste in de communale poort en de rode zet ik in mijn 10 ampère poort. Waarom? Omdat ik een lamp ga uitmeten. Ik weet niet hoe groot de stroomsterkte zal zijn. Dus ik zet hem zo hoog mogelijk. Ik zet hem ook op mijn amperage. En ik kan hier kiezen tussen wissel en gelijk. En ik zal waarschijnlijk wisselspanning gaan gebruiken. Want ik heb er een gloeilamp staan. Zo, dit is mijn gloeilamp. En wat heb ik gedaan? Ik heb bij mijn gloeilamp de draad doorgeknipt. Ik heb er al een meter klaargezet gehad. Gaan we nu bijnemen. Ik heb er twee klemmetjes aan gezet. Ook hier moet ik eerst en vooral nu mijn meter juist instellen. Compoort en op 10 ampère. U ziet bij alle meters, alle deftige multimeters, staat dit er altijd op. Ik zet hem op 10 ampère. Je moet ook hier op 10 ampère zetten. Ik heb hier de twee klemmetjes en ik heb hier die bruine draad onderbroken. De blauwe is nog perfect intact, zoals u ziet, maar mijn bruine draad is onderbroken. En nu ga ik deze twee snoeren in serie zetten, zodanig dat de stroom straks naar hier vloeit en terug door mijn meter, volledig door mijn meter gaat vloeien en dan terug hier in de geleider naar onze L in dit geval. Dus ik ga je er mooi tussen zetten. Als u de test zelf zou doen, vergeet dan nooit uw stekker uit te trekken als u deze gaat aansluiten. Ik neem een schroevendraaier bij. En ik ga het aansluiten. Zoals u ziet moet ik echt de keten daarvoor onderbreken. En de volledige stroom door mijn multimeter laten lopen. Dat is ook de reden waarom veel mensen deze niet zullen gebruiken en liever een amperemeter tang
daarvoor gebruiken. Maar dat is een ander filmpje. Zo, nu is die aangesloten. Dus de stroom loopt tot aan mijn lamp. En van mijn lamp gaat die door mijn multimeter, die op 10 ampère staat, terug naar de spanningsbron. Goed, ik ga de spanning insteken. Ik ga mijn meter naar beneden moeten brengen. Ik ga van de 10 ampère, nu zie ik ook dat die net dat die op gelijkspanning staat. Dus ik zet hem op wisselspanning. En hier zien we toch al iets gebeuren. We hebben 0,03 milliampère, excuseer. Dus we hebben 0,03 milliampère. Zo. Dus dit is onze stroomsterktemeting. Ik ga ook nog eens een keer terug proberen met deze ledlamp. We gaan nog eens proberen met de ledlamp. Zo. En dan hebben we 0,02 ampère. Dus eigenlijk 20 milliampère die dat nu door mijn meter vloeit. Maar ik zeg het, altijd voorzichtig zijn. Nooit stroommetingen uitvoeren in parallel, want dan is je meter direct stuk. Goed, ik hoop dat ik u iets bijgeleerd heb. En ja, tot de volgende keer.